Eerst vragen we u applaus voor onze nieuwe linkervleugelverdediger. Dames en heren, hier is Leroy Labille. Leroy, wat een aparte manier om gepresenteerd te worden bij een ijssalon. Ja, ja, een aparte manier, maar voor een speciale club. Dus ja, dat is allemaal. Kun je jouw keuze voor NEC uitleggen? Ja, dus ja, ik was bij VVV Venlo sinds, dat was mijn eerste seizoen. Maar ja, ik had daar geen kans om te spelen. Of niet zoals ik wilde. En dan hoor ik van de interesse van NEC en we hebben een lang gesprek gehad. Ik heb de trainer te leren kennen en ook de club. En daarom heb ik voor NEC getekend. Want ja, ik vond het project fijn en dat is ook met een mooie spel die bij mij past, denk ik. Eindelijk. Het is inderdaad een van de lastigere posities om in te vullen. Omdat de markt met echt goede linksbacks niet heel dik bezaaid is. En op het moment dat we aanhouden, winnen we. En dat blijkt in dit geval wel. Wat is nou je favoriete smaak precies? Ja, dat smaakt dus. Ik neem altijd Braziliaan. Dat is een mix met vanille, mocha en Braziliaanse saus. Ja, ijsjes eten is niet iets wat een voetballer iedere dag moet doen, hè? Nee, niet elke dag. Maar ja, soms met deze weer moeten we.